Prinses Laurentine doorbreekt de formele façade en laat haar emoties de vrije loop tijdens een recent interview met RTL Boulevard. Geconfronteerd met vragen over haar dochter, gravin Eloise van Oranje, lijkt de anders zo gereserveerde prinses de grenzen van haar koninklijke rol te doorbreken. Het is idioot hoeveel dingen uit hun verband worden gerukt, briest ze met onverwachte felheid. De aandacht voor gravin Eloise van Oranje lijkt niet te stoppen. Als een zelfverwende instameisje trekt ze constant de wereldwijde aandacht. Het nichtje van de toekomstige koningin Amalia reist de hele wereld rond, maar claimt publiekelijk dat ze zich wil aansluiten bij Extinction Rebellion en haar bekendheid wil ze naar eigen zeggen liever kwijt dan rijk zijn. Eloise werd aanvankelijk bewonderd tijdens de badpakrel, waarin een gereformeerde commentator van RTL Boulevard kritiek uitte op haar vermeende blootgeklede verschijning. Echter, één interview met Linda. Heeft haar populariteit een deuk bezorgd? In dat spraakmakende interview, nu ongeveer twee maanden geleden gepubliceerd, verkondigde ze uitspraken die bij velen in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Mensen lijken allergisch voor belerende BN'ers die zelf niet lijken te begrijpen wat practice what you preach betekent. Ondanks de media te vermijden gedurende deze periode, wordt Eloise nu geconfronteerd met onvermijdelijke vragen over haar presodymium blunder, vooral nu ze een eigen tweedehandswinkel heeft geopend. Met een flinke dosis zelfreflectie probeert ze haar standpunt te verduidelijken, het is een geschreven interview. Het is moeilijk om de nuance te zien. Het was totaal nooit bedoeld als een soort van goodbye. Nee, totaal niet, verdedigt ze zichzelf tegenover RTL Boulevard. Moederlief, prinses Laurentine, staat naast haar en doorbreekt onverwachts haar koninklijke rol, als ik ook iets mag zeggen. Goed, dat is dan een moeder, maar hoe idioot is het dat zoveel dingen uit hun verband worden gerukt, hè? Dat is heel jammer. Laten we alsjeblieft in positiviteit blijven. De koninklijke familie lijkt te worstelen met de balans tussen publieke aandacht en persoonlijke ruimte. Eloise, die binnenkort voor een half jaar naar New York vertrekt voor een stage, lijkt haar gewenste Extinction Rebellion hobby voorlopig op een laag pitje te moeten zetten. De vraag blijft hoe de Oranje Telg zich zal manoeuvreren door de uitdagingen van zowel koninklijke verplichtingen als haar persoonlijke ambities.